De 59-jarige Ivan Campbell heeft op donderdag 22 maart het leven gelaten in zijn voertuig. De politie van Uitvlucht kreeg via de centrale meldkamer de melding van een verkeersongeval met dodelijke afloop aan de Nidastraat. Bij aankomst is Campbell levensloos in het voertuig aangetroffen. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Onderzoek wees uit dat de bestuurder over de Nidastraat reed. Hij kwam vanuit de Santokkistraat richting Leisweg. Ter hoogte van de Hubertstichting moet de bestuurder zich vermoedelijk onwel hebben gevoeld. Hij geraakte van de weg en het voertuig kwam deels op de rechterberm en deels in de trens terecht. Campbell liet ter plaatse het leven. Het vermoeden bestaat dat hij aan een hartinfarct is overleden. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam afgestaan aan de nabestaanden. Ivan Campbell wordt niet gerekend tot een verkeersdode.